Yo, welkom bij weer een nieuwe video en vandaag hebben wij een leuke vraag. Eentje die ik als powerlift instructeur uiteraard hartstikke goed kan beantwoorden. En de vraag luidt als volgt. Hoi Raymond, ik squat al een tijdje, maar ik heb moeite met de lockout van de squat. Wat kan ik hier aan doen? Groeten Papa Joe. Papa Joe, ik heb een gouden tip voor je. Na de intro. Als ik een squat van iemand analyseer, dan analyseer ik het bovenste gedeelte van de squat en het onderste gedeelte van de squat. Dus dit gedeelte en dit gedeelte. Oh, dude, what the fuck? Oké, wacht. Ik zal er even een andere video bij pakken. Dus dit gedeelte en dit gedeelte. De vraag van Papa Joe gaat dus over het bovenste gedeelte van de squat. En Papa Joe, daar zijn best wat opties in. En ik ga er een aantal aan je geven. Papa Joe, ik heb 3 à 4 opties voor je. Ik ga er eentje uitgebreid uitleggen. Dit is de eerste die je ziet. Dit zijn half squats. Ik ben hier niet zo super fan van, omdat de meeste mensen heel veel gewicht gebruiken en simpelweg de oefening niet meer goed uit gaan voeren. Optie 2 zijn pin squats. Dat betekent dat je de spotters halverwege een beetje in gaat stellen, zodat je alleen het bovenste gedeelte van de squat traint. En optie 3 is om met kettingen te gaan werken. Stel je voor, hier had 100 kilo op gezeten. Ik hang mijn 2 kettingen eraan en ik squat nu omhoog. Dan squat ik onder ongeveer 100 kilo en ik squat boven 120 kilo. Zo word je dus ook sterker in het bovenste gedeelte van de lift. En uiteraard kan je dit ook herhalen met elastieken. En dit is de variant die ik in gedachten heb. Even wachten, als je dit kent, dit is een hexagon barbel. Hij wordt nog leuker zo. Dit is een hexagon bar, een trap bar, net hoe je het wilt noemen. Waarom een hexagon bar? Als wij een squat willen uitvoeren, dan verliezen wij best wel wat kracht door ons bovenlichaam heen, door onze handpositie. We focussen ons dan iets meer op de schouderbladen en daar verliezen we wat kracht. Dat kunnen we natuurlijk uitschakelen door simpelweg je handen wat lager, een lager object beter gaan pakken. En dat kunnen we dus met een hexagon bar heel goed doen. We kunnen met een hexagon bar dus meer gewicht gebruiken als met een normale squat. Als je met een hexagon bar, wat eigenlijk zo goed als een squat is, als je daarmee meer gewicht kan gebruiken, wordt de normale squat simpelweg ook lichter. Als je hier 200 kilo mee van de grond aftrekt, kan je met een normale squat binnen no time ook 200 kilo van de grond aftrekken. Dit is de hexagon squat, die kent iedereen wel, dat is niks bijzonders. En als we dit doen, dan kunnen we echt lachen. Ik heb een powerband over deze hexagon bar heen gedaan. Als ik hierop ga staan, dan kan ik dus het beste van twee werelden gebruiken. Ik kan ten eerste iets meer kilo's op een veilige manier gebruiken. En ten tweede heb ik mijn powerband, mijn elastiek, die mij simpelweg het voordeel geeft dat wanneer ik hoger kom, het gewicht telkens zwaarder en zwaarder en zwaarder wordt. Dus de 75 kilo die hier op de grond ligt, wordt vanzelf een kilo of 100, 120. Prima om het hier mee te doen. Dit is echt een killer. Als je nog nooit een hexagon bar hebt gebruikt, weet je hoe zwaar deze oefening is. Als je hem vervolgens gewoon weer op deze manier gaat uitvoeren. Oh, dat is zo verschrikkelijk. Zware variant. Maar zo echt een heerlijke oefening. En je benen zullen echt in de fik staan. Wil je nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Daar kun je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz. Totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.